2023 was een jaar van extremen. Het was niet alleen het natste jaar ooit gemeten, ook de gemiddelde temperatuur was recordhoog. En er kwamen allerlei verschillende weerselementen voorbij. Er werd code oranje afgegeven voor sneeuw, onweer, ijzel, storm, windstoten en wateroverlast. In dit overzicht neem ik je mee langs de hoogte- en dieptepunten. Dit jaar was het natste jaar ooit. En vooral de afgelopen maanden was de paraplu vaak nodig. 2023 was een kletsnat jaar. Een recordnat jaar zelfs. Want sinds we meten, sinds 1906, is er gemiddeld in Nederland nog nooit zoveel neerslag gevallen. In totaal viel er ruim meer dan 1100 mm. En normaal gesproken valt er zo'n 850 mm. Vooral januari en de laatste drie maanden van dit jaar waren extreem nat. De vele regenval leverde op veel plekken in het land wateroverlast op. Denk bijvoorbeeld aan ondergelopen kelders, overlast op wegen en mislukte oogsten. Doordat het de afgelopen maanden zo nat is, zijn we bijna vergeten dat we dit jaar ook te maken hebben gehad met een zeer lange droge periode. In de maanden mei en juni was het op meetstation De Bilt maar liefst 39 dagen achter elkaar droog. En dat is een record. En ook wat betreft zonuren was het een opvallend jaar. En dan hoor ik je denken, zon? Ik heb de afgelopen weken helemaal geen zon gezien. Maar met name de eerste helft van dit jaar scheen de zon toch behoorlijk vaak. Het is bijna niet voor te stellen met al die regen en die wolkenvelden van de laatste maanden. Maar 2023 was echt een zonnig jaar. In de top 10 is het jaar zelfs op de 7e plek gekomen als het gaat om zonuren. Het kwam met name door de maand juni die recordzonnig verliep. Maar ook februari, mei en september waren veel zonniger dan normaal. In juli kregen we te maken met zomerstorm Poli, de zwaarste zomerstorm ooit gemeten in Nederland. Er kwamen zware tot zeer zware windstoten voorbij met uitschieters tot wel 145 km per uur. Er werd code rood afgegeven in de provincies Noord-Holland, Friesland, Flevoland en op het IJsselmeer. Bomen waaiden om, auto's kwamen uren vast te staan op met takken bezaaide snelwegen. En er viel zelfs een dode te betreuren nadat er een boom op haar auto terecht was gekomen. De omstandigheden waren zo extreem dat er zelfs een NL-alert is uitgegaan in de provincie Noord-Holland. Zware stormen in de zomermaanden zijn zeer uitzonderlijk in ons land. In juli gebeurde het slechts 2 keer eerder sinds het begin van de metingen. In oktober kreeg Nederland opnieuw te maken met een zware storm. Storm Kirin. In meerdere provincies vielen er gewonden en er was zelfs een dode te betreuren. En ook in andere landen van West-Europa vielen er vele slachtoffers. Er zijn dit jaar ook 2 kleine tornado's gezien in Nederland. Op 4 juli in Apeldoorn en op 12 september in de omgeving van Amsterdam. Dit is op zich niet zeldzaam, want gemiddeld komen er 1 tot 3 tornado's per jaar voor in Nederland. Maar toch is het bijzonder om er eentje per toeval te treffen. Zeker als je bedenkt dat het een van de krachtigste natuurverschijnselen is op aarde. Een ander natuurverschijnsel waar we dit jaar relatief veel mee te maken hebben gehad, is het noorderlicht. De zon is een gloeiend hete gasbol waarop verschillende uitbarstingen plaatsvinden. En de hevigheid van die uitbarstingen is weer aan het toenemen, net als de frequentie. En dat heeft te maken met de zonnecyclus. De zonnecyclus die duurt zo'n 12 jaar en in die 12 jaar is er een maximum. En het maximum wordt nu verwacht eind 2024, begin 2025. Tijdens uitbarstingen op de zon worden enorme wolken met elektrisch geladen deeltjes de ruimte ingeslingerd. En als zo'n wolk de aarde bereikt, dan neemt de kans op noorderlicht toe. Overigens levert dat niet alleen een mooi schouwspel op, maar het kan ook voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld in elektriciteitsnetwerken of satellieten of andere computergestuurde systemen. 2023 was een extreem warm jaar. En wereldwijd is het met afstand zelfs het warmste jaar ooit geworden. In Nederland is 2023 ook recordwarm geworden. Met gemiddeld 11,8 graden tegen 10,6 normaal was het ruim warmer. Ook warmer dan de oude recordjaren 2014 en 2020 die een tiende minder warm waren. De warmte past natuurlijk wel helemaal in een opwarmend klimaat. Als we kijken naar de 5 warmste jaren zijn die de afgelopen 10 jaar voorgekomen.
Een warm jaar levert natuurlijk ook opmerkelijke feiten op. Zo hadden we in De Bild 7 warmtedatumrecords, waarvan 5 in september. Juni was recordwarm met gemiddeld 19,4 graden tegen 16,2 normaal. Er werden 3 regionale hittegolven geregistreerd, waarvan de hittegolf in juni recordlang was met 14 dagen. Wat wel opviel was dat de hitte in juli en augustus weer grotendeels verdwenen was, maar in september kwam het wel weer tot een regionale hittegolf. Ook het eerste deel van oktober was nog recordwarm, maar daarna begon een natte en grijze periode. Al met al was het dus een heel mooi weerjaar met veel extremen. We willen jullie namens heel Weerplaza bedanken voor het volgen en bekijken van onze video's en hopen jullie ook volgend jaar weer te kunnen informeren met veel mooie content. Alvast een heel fijn 2024 en we hopen jullie volgend jaar ook gewoon weer te zien op ons kanaal. Tot dan!